Klasse was vooral bekend van rollen in Nederlandse comedy-series als Oppassen, Vrienden voor het Leven en Het Zonnetje in Huis. Ja, wat nou de wet veranderen? Dat kan toch zomaar niet? Democratisch besluit, ja, alles goed en wel, Cornelis, maar wij maken toch de dienst uit? Zijn acteercarrière begon bij het Rotterdams Toneel, gevolgd door toneelgroep Theater uit Arnhem. In 1974 won hij een Arlecchino, de toneelonderscheiding voor beste mannelijke bijrol. Ja, ik heb heel veel met Edmond gespeeld en ik heb er hele goede herinneringen aan. Ik vond het fijn om met hem te spelen, maar er waren ook wel momenten dat hij er geen zin in had. En dat ik dacht van, doe eens een beetje positief. Maar dat is een man met meerdere gezichten. Maar ik mocht hem wel. Klasse speelde in meer dan 30 films en televisieseries. Ook was zijn stem in meer dan 40 hoorspelen te beluisteren. Edmond Klasse is 75 jaar geworden.